Donderdagavond zorgde een zilvergrijze BMW voor grote ravage in de Nijmeegse wijk Lindeholt. Op de kruising Wijbroekweg-Kerkenbos vloog de auto uit de bocht, reed de lantaarnpaal uit de grond en botste op een zwarte auto. De bestuurder van die stilstaande zwarte auto is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de BMW bleef ongedeerd. Op een drugstest die ter plaatse is afgenomen, testte de BMW-bestuurder positief. De man is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Zijn rijbewijs werd afgenomen. Rond 9:30 was de meeste rommel opgeruimd en werd de weg weer vrijgegeven voor verkeer.